zijn hier op de verpleegkundige werkplaats in het LUMC. Ik loop hier stage als verpleegkundige in opleiding voor de HBOV. Op de werkplaats zijn vierdejaarsstudenten, maar er zijn ook derdejaarsstudenten. En het is de bedoeling dat je als vierdejaarsstudent de derdejaarsstudent begeleidt. En zo werk je dus aan je rol van coach. Ik bespreek altijd 's morgens wat de student die dag allemaal wil leren. Want je weet wat voor patiënt je hebt, wat voor handelingen daarbij komen kijken. En dan kan je bespreken met de student van nou, waar wil je nog mee oefenen of wat wil je juist nog helemaal niet doen. Goedemorgen meneer Goedsteen, ik ben Eva, ik kom je opnemen. Mijn collega Marieke. Hoi, ik ben Marieke. Zij kijkt even met mij mee. Ja. Je begeleidt ze bij bepaalde handelingen, je legt ze uit hoe het moet. Dan kunnen ze het later zelf gaan doen en dan kan jij toezien of dat wel of niet goed gaat. Even op het bed neer. Je weet hoe je dat doet of niet doet. Je wil graag dingen zelf doen. Ineens moet je dan die handelingen door andere jaars laten doen. Ja, je bent heel snel geneigd om zelf bij de patiënt zorg te gaan leveren. Terwijl je het juist, je moet je handen ervan aftrekken en je moet het aan een ander laten doen. En dat vind ik heel lastig aan de rol van coach.